En in 8 maal moet het gebeuren. Het offensief van het officiële fortteam tegen Hans Stacey. En dat doen ze met de inzet van de Duitser Dieter Depping. Officiële Fort Nederland rijden nu in een escort consort van het team van Jan van der Marel. Rechts 4 kurz, voor rechts 2 plus nach Weg. 120. Links 5 lang. Het belooft een prachtige Van Dongen en de Rovers Brabant Rally te worden. Want ook Bert Jong komt met een speciale auto aan de start. De auto waarmee normaal Patrick Snijers in België rondrijdt. Een echte Ford Escort World Rally Car van het team van RWD. Een test wellicht voor 1998. En hoe staat het er in het Nederlands kampioenschap voor? Degene die hier gewoon het snelste is en weer wat puntjes bij elkaar prokkelt voor het kampioenschap, ja, die komt gewoon heel dicht bij de titel. Er is veel gesproken over de inzet van de zogenaamde jokers, jouw teammaatje Bert de Jong en Dieter Depping. Hoe belangrijk kunnen die zijn in de rol van joker? Nou, in zoverre. Ik denk dat Dieter en dat Bert gewoon net zo meedoen in het spelletje. Ook zo hard mogelijk proberen te rijden. Ligt Stacey aan het eind van de wedstrijd, überhaupt voor mij, dan zullen we er alles aan proberen om daarvoor te gaan zitten en of daarvoor te blijven. Het ligt aan hoe de stand op dat moment is, om zoveel mogelijk punten van Stacey af te houden. Ja, en lig ik voor Stacey, zullen hun proberen of daartussen te blijven. Dieter Depping is voorlopig de snelste in de openingsfase van de wedstrijd. Al blijven de Nederlanders hem verrassend dichtbij. Zoals Eddy van der Hoorn, die ijzersterk van start gaat en met een achterstand van 7 seconden knap tweede ligt. En dan Hans Stacey en Mark van der Brand. Vierde in de openingsfase van de wedstrijd met de Subaru Impreza 555. Stacey weinig getest. In de beginfase van de wedstrijd verliest hij veel op zijn naaste concurrenten Bert de Jong, Dieter Depping en Eddy van der Hoorn, het Ford trio. We hebben de start rustig ingezet om te kijken wat de andere tijden draaiden. En, met name omdat ik heel lang niet gereden had, heb ik even de zaak afgekeken wat de rest deed. En begin nu een beetje in mijn ritme te komen. Henk Vossen staat derde in het kampioenschap, maar kan theoretisch nog kampioen worden. Al moet het wel heel raar gaan lopen dan met Eddy van der Hoorn en Hans Stacey. En ook in de Formule 2-klasse is het spannend. Hans Brink en Hardy Benstrop met de Peugeot 306 kitcar. Neem het op tegen Hans Wijs en Carlo Robbers met de Golf 3 kitcar. En Jan de Winkel en Peter van den Berg. Ook zij met een Golf kitcar. Rocco Tuinissen met de Groep N Subaru Impreza 555 kan hier het officiële Groep N kampioenschap in het DRO binnenhalen. Al heeft hij er wel weer een echte concurrent bij. Peter Verspuy met eenzelfde auto. En hier Jan de Winkel met de Volkswagen Golf kitcar. Fanatiek sturend in de openingsfase van de wedstrijd, maar hij heeft problemen. Dan het debuut van een DRO-rijder met een nieuwe auto. Een Subaru Impreza voor Michel en Nelly Jongmans. Zelf opgebouwd in een jaar tijd een prachtige auto. Snel terug naar de strijd aan kop. Dieter Depping is de leider in de wedstrijd. Hij heeft een kleine voorsprong op Eddy van der Hoorn en Johan Vindhammer, die bijzonder sterk openen in deze prachtige Van Dongen en de Rovers Brabant Rally. De derde plaats is er voor de Ford Escort WRC van Bert de Jong en Ton Hille. En pas daarachter zit Hans Stacey. Deze wedstrijd telt natuurlijk ook mee voor het Nationaal Nederlands Kampioenschap. Hoe gaat het daar? Jan van der Marel, met dochter Nancy van der Marel rondrijdend, is de snelste in de openingsfase. Hij wordt gevolgd door Abel Pasman en Theo Cordes. En daarachter een zeer sterk rijdende Ernst Kranenburg. Tijd om met de drie snelste nationale deelnemers te praten. Als ik uitval deze wedstrijd, is Pasman kampioen. En als ik aan de finish kom, dan moeten we kijken wat er in Golden Tulip gebeurt. Zou je 8e titel worden? Ja. En ik ga nog even door. We zijn te voorzichtig gestart. En nu zitten we weer, denk ik, zo'n beetje in ons ritme wat we graag hebben. En het regent al. Ja, en het regent al. Ja. Dus we staan eigenlijk voor de volgende proef verkeerde banden. Dus we moeten eigenlijk nog even gauw wisselen zometeen. Gaat het goed? Nee. Het gaat niet goed. Nee. Heel veel tijd verloren en net zat er een vervelende Megane voor ons die niet aan de kant wilde.
Dat is veel tijd verloren. Een opvallende inschrijving is die van de Ford Escort World Rally Car van Bert de Jong en Ton Hille. Een overstap van de gewone Escort naar de World Rally Car. Is die heel anders dan je eigen Escort? Ja, het is toch wel een heel ander gedrag eigenlijk, ja. Is het voor jou een, hoe moet je dat zeggen? Doet het je genoegen dat Danny hier rondloopt, Danny Kolenbunners? Ik vind het heel erg leuk. Ik bedoel, dat houdt toch in dat hij interesse heeft in hetgene wat we doen. En dat vind ik toch wel heel erg aardig dat hij erbij is, moet ik zeggen. En je lacht ook weer. Ja, ik heb het waanzinnig naar mijn zin, moet ik zeggen. Er was bijzonder veel spektakel te zien dit jaar op de proeven van de Van Dongen en de Rovers Brabant Rally. We hebben een stukje mee met de nationale deelnemer Manfred Bavelaar in zijn Renault Megane Coupé. Brabant Rally begint onder mooie weersomstandigheden, maar dat weer slaat even later om. Veel regen zorgt ervoor dat een groot aantal deelnemers van de weg gaan. Het was spek en spek glad. Maar de echte toeschouwers bleven kijken. Niet alleen in het spannende duel om het Nationaal Nederlands Kampioenschap, maar ook de strijd aan kop. Met vier Houten Pellets, Dutch Rally Open. Daar is Dieter Depping nog steeds het snelst, maar hij wordt op de voet gevolgd door Eddy van de Hoorn en daarachter Bert de Jong. 1, 2 en 3, dus het Ford-trio. En daar pas achter Hans Stacy. Het Ford-trio dus aan de leiding. De tactiek lukt. Eddy, als we heel simpel rekenen, dan is het spel wat er gespeeld wordt is op absoluut in jullie voordeel op dit moment. Ja, dat niet alleen. Wat ik niet verwacht had, is dat we feitelijk nu 15 seconden voor liggen op Stacy. Kijk, en dat doet gewoon heel goed. Ondanks dat het natuurlijk wel verschrikkelijk hard gaat, ja, heb je dat toch te pakken. En er wordt echt gevochten om elke seconde op dit moment. Hans Stacy wacht op zijn aanval totdat het donker wordt. Want het grootste gedeelte van deze wedstrijd wordt in het donker verreden rondom het plaatsje 8 maal. Hij ligt op dit moment vierde algemeen achter de World Rally Car van Bert de Jong en Ton Hille. Een fantastische auto. Vijfde algemeen ligt de Subaru Impreza van Mark Breyer en Arie Lekkerkerker. En daarachter is het de Ford Escort Consort van Henk Vossen en René Smeets. Maar Vossen wil heel graag derde worden in dit evenement, net zoals in 1996. Het is nog geen derde positie. Ah, dat is wel om er even nu te vragen, maar het gaat toch wel beren goed, vind je niet? Nou, het gaat niet verkeerd, denk ik. Nee. Alleen, we hebben er net, we lagen zesde. En dat viel me niet tegen. Maar we hebben op Etten-Leur nog net een kapot voordiff gehad. Waardoor de auto nog alleen maar achterwielaandrijving had en enorm overstuurd was. Dus dat was wel erg spectaculair, maar het schoot niet erg op. Ook in de Formule 2-klasse wordt er weer bijzonder hard gereden tijdens deze Van Dongen en de Rovers Brabant Rally. Met Hans Wijs en Hans Brink in de hoofdrol. Wijs die in 1998 het Nationaal Nederlands Kampioenschap had rijden samen met Carl Robbers in de kitcar. Maar anderen hebben in het slechte weer minder geluk, zoals Michel en Nelly Jongmans. Nu een prachtige Subaru Impreza 555 met een technisch probleem aan de kant moeten zetten. En dan wordt het langzaam maar zeker donker in Roosendaal. De eigenlijke nacht van 8 maal gaat beginnen. En vanwege het slechte weer worden een aantal klassementsproeven zelfs gecanceld. De vraag is, wanneer zet Hans Stacy zijn aanval in? In de groep 1 klasse leidt Rocco Teunissen met de Subaru Impreza 555. Ja, die zijn heel snel. Vooral Klein-Jan vandaag heel snel. Maar de lange moeilijke proeven moeten nog komen in de nacht. Hij staat nu geloof ik 40 seconden voor. We hebben nog 12 proeven te gaan. Dus er kan nog heel veel gebeuren. Het zou een van de natste Van Dongen en de Rovers Brabant rallies van de afgelopen jaren worden. En een van de natste rallies in de geschiedenis van de Nederlandse rallysport. We rijden mee met de auto van Mark Breyer en Arie Lekkerkerker. En daarna met Hans Stacy en Mark van der Brand. En zo glad was het. 40 links, 2 plus, 100. 100 haaks links en lang rechts 2 min. 30.
medium links. En dan Hans Stacey en Mark van der Brand. Als het donker wordt en nog natter en nog gladder, zetten zij hun aanval in om bij de eerste drie te eindigen. En die aanval lukt, ondanks een kleine sortie, op een van de meest slechte onverharde paden van dit evenement. Stacey schiet hier rechtdoor het struikgewas in. Heeft dan geluk dat hij zijn auto weer aan de praat kan krijgen. Op dit punt stonden geen officials en geen publiek. Verliest om en nabij de 10-11 seconden en kan ze weg vervolgen. Maar de aanval van Stacey zou de rest van de nacht lukken. Eddie van der Hoorn heeft elektronische problemen met zijn escort Cosworth. En Stacey schuift door naar positie nummer 2. Bij de nationale leiden Jan en Nancy van der Marel. Voor Abel Pasman en Theo Cordes en deze verrassend snelle Ernst Kranenburg. Die eindelijk een goede auto heeft en sterk rijdt. Hij wordt uiteindelijk in het algemeen klassement 8e algemeen. In de groep 1-klasse gaat zeer verrassend de overwinning naar Rocco Teunissen. Vlak voor Peter Verspuijer, die met eenzelfde auto rijdt. En dan de strijd om de eindoverwinning. Mark Breyer wordt 5e, Eddie van der Hoorn lag 4e. Maar de navigator van Bertie Jong, Ton Hille, maakt op de laatste proef een inklokfout bewust. Daardoor de Jong 4e, Eddie van der Hoorn 3e, Stacey 2e. En de winst gaat naar Dieter Depping. En Depping snoept dus inderdaad wat puntjes af van Hans Stacey. Maar Stacey en van der Hoorn mogen het gaan beslissen. In de allesbeslissende Golden Tulip Rally in Hellendoorn.